Doobie Doobie. Heerlijk, hè? Doobie Brothers. Hier op Breda nu long train running. Het zwingt verkeer, zo lekker weg, hè? Heerlijk. Altijd een klassieketje. Uit de ballenbak van Marcel. Ja. Hey, ik wou even iets proberen nu. Of het werkt, weet ik niet. Maar dat zullen we zo zien. Oh. Ja. Daar is ze. Juist. Ja, heel scherp. Ja. Nou. Mag ik de Waar familie... is ze dan? Op de 58 toch, hè? Was mag ik de familie verzoeken? Hebben we de koffie? Ja. De koffie is bruin. En de cake is vies. Mieke Telkamp, wie kent ze niet? We hebben een bijzondere poll op de rad, want daar hoort dit bij. We draaien dit wel vaker trouwens, dit bij het begin van het programma. Ja, want we zijn ergens naartoe. Maar dit is toch snel. Wat is het eigenlijk een... Draak van een nummer. Het blijft maar doorgaan ook echt. Oh, dat is met koor ook. Oh, zo. Nou, tot ziens. Mieke Telram. Misschien. Ja. Zeg Leon, waarom draait er op hetzelfde nummer eigenlijk? Ja. Zeg het eens. Ja, Leon. Nou. Wat deed jij dan om te doen? Dat is jouw ding. Omdat de Manak weer een like uit de kast is gevallen. Nee. Dat kan toch niet? We hebben een familiair momentje hebben we nu. Like 1912 hebben we toch gehad? Die is een bleke, die is weer uit de kast gekomen. De bleke, die twittert nooit meer, hè? Nee, die ligt ergens op een plank in de kast. Die is nu echt weg. Die kent hem niet. De bleke was een soort, even voor de mensen die het niet weten, was een soort cultpop op Vagé, die ook zat op de rand, hè? En was gewoon een skelet. Ja. Hij was zo geschrokken van het hele gedoe bij NAC dat hij weer terug in de kast is gekropen. En hij dook overal op. Tegenwoordig als ik af en toe het rat ook in het toren 3 open trek, dan zie ik hem nog af en toe rustig op die plank. Zit hij daar? Zit hij daar? En dan rolt hij zo zijn hoofd naar mijn kant en dan denkt hij van nee. Ik kom er niet meer uit. Knikt hij nog eens nee. Worm niet vandaag. Maar we hebben een poll, Leon. Ja, een polleke. Want de Dela, dat is die begrafenisondernemer. Ik zocht er iets anders voor. Oh. Ja, die... Wat zocht die, je dan? Een lijken weet ik niet, ja. Zoiets, ja. Ik zocht even een heel gewiekst bruggetje, maar dat lukte me niet. ze zijn gekomen met de zogenaamde NAC-uitvaart. In ieder geval met NAC zijn ze een samenwerking aangegaan om mensen, nabestaanden of whatever, toch wat duidelijkere pakketten aan te bieden. Want er is blijkbaar behoefte aan om je uitvaart te combineren met een van de liefdes van heel veel Bredanaren in omstreken. Is het verleden al gebeurd, hè? Het NAC Stadion, ja. Ja, met de Hein van Poppel. Ja, inderdaad. Marco Bos. Ja. Nog wel een paar gasten. Ja. Dus er is over nagedacht. Ja. En daar heeft de Dela heeft gezegd, nou, dat kunnen wij wel in samenwerking met NAC gaan wij dat regelen. Ja, toch? Dus je hebt uitvaartpakketten kun je kopen. Ja, was er niet al een NAC-kist? Was er die al of niet? Nou ja, die moest, dat weet ik niet. Maar die moest je dan zelf gaan schilderen, denk ik. Dus dat kan natuurlijk allemaal. We zijn allemaal best creatief met spijt. En daar dan met twee lijken erin. Een NAC-lijk en dan jij zelf ook nog in. Ja. Kunnen wij trouwens ook liken, hè? We zijn ook op Facebook. Like ons op Facebook. Doe even tussendoor. Leon, we gaan alle kanten weer uit hier. Leon, mag ik dan onder de middenstip komen te liggen? Althans, nee, drie ik meter... Ik geloof niet dat ze dat... Dat wordt een beetje luguber natuurlijk, hè? Dus, het zou wel mooi zijn. Ik zou het zelf wel willen, hoor. Ik zou een beetje op de doellijn willen liggen eigenlijk. Dan ga ik af en toe zo mijn hand eruit steken en dan af en toe die bal een beetje helpen. Ik wil net naast het veld liggen. Weet je waarom? Als ze dan mijn bier gooien, dan kan ik er dan allemaal op. Mee. Toch bij die keeper dan, hè? Ja. Daar liggen. Bij vak G daar zo voor. Waar een beetje bier wordt gegooid, daaronder wil ik wel liggen. Ja, dan kan af en toe een aansteker vangen. Dan kan ik een sigaretje. Oh, dat gaan we ook niet, hè? Nee, dat doe je niet. Nou, maar goed, lekker warm, hè? Lekker warm. Nee, die veldverwarming erbij, dat is ook lekker. Ja, ligt lekker makkelijk. Elke dag douchen. Ja. Die sproeien een beetje goed mee. Ja, je ligt daar best goed volgens mij. Volgens mij ook. Dus, maar goed. Maar dat is dus niet de bedoeling. Nee, dat is niet. Wat dan wel? Nou, we hebben een aantal van die opties hebben we op een rijtje gezet. Of dat ze ook echt daadwerkelijk reëel zijn, dat weet ik niet echt. Trouwens, ik zie kansen. Maar we hebben 6 opties op een rijtje gezet. En we zullen maar eens even vervolgens traditie een beetje onderaan gaan beginnen. Ja. Met wat mensen willen. Dus de vraag is, de NAC-uitvaart, welke optie kies jij? Ik denk dat deze terecht op het nummer laatst staat. Want ik geloof niet dat iedereen hier blij van wordt. Jacques S. met zijn emotionele uitvoering van Waarheen leidt de weg... A cappella gezongen natuurlijk, zoals we net Mieke Telkamp. Wie is Jacques S? Nee, weet ik niet. Wie is dat? Jacques S? Ja, dat was een oud speler, of niet? Nee. Jacques Sweers. Ja, die wel, maar die bedoelen ze denk ik niet. Nee, dat is niet... Voor alle duidelijkheid, de Jacques Sweers van de Veiligheid. Die, een beetje die ook niet. Die een beetje onder vuur ligt. Letterlijk, onder vuur ook. Dus misschien dat hij die zit ook bij de brandweer. Nee, misschien dat hij wel de eerste is die zo'n nieuw pakket afneemt, dat jij wil. Maar dat hij een emotionele uitvoering geeft van het nummer. Ja. Nou, 5%. Ja, dat is... dat gaan we niet doen. A cappella. Nee. Jacques kan dus niet zingen. Nee, Jacques. Nee. Goed. Jacques, 6% Leon zegt... De speciale Dela NAC rouwstoetbegeleider met ervaring.
Dela Nakraus doet begeleider. Ja, wie zal het zijn? Hebben we tenminste we hebben tussen wel wat ervaringsdeskundigen bij NAC in ieder geval. Mag ik de familie verzoeken? Ja, die. Ja, precies. Of zal er Annie van Hooyek zijn die gewoon af en toe wat omroep van en de volgende spreker. Dat scoort ook 6%, evenals. 7% intussen. Oh, ik zit er nou al om dingen te kijken. Ja, een rondrit met het busje van Dwerg langs alle nakhotspots in Breda. Die vind ik wel leuk. Ja, want ik is Dwerg dat hij mij een beetje rondrijdt daar zo. Met je bier erbij. Kijk, Pino, hier hebben we ook nog gespeeld. Hier is de Beatrixstraat, jongen. Hier is het Missie Gamma. En dat weet je allemaal niet, hè? Nee, jou moeten ze dat niet doen dan. Dan gaat hij overal laten zien waar het allemaal mis is gegaan met jouw lever. En door de vismaakstraat. En, dus dat je dan het werk inhuurt om dat te doen, dat is wel goed. Ja, precies. Maar rijdt het werk dan in zo'n nakbusje, niet in zo'n nakauto? Als huismeester. Nee, je moet wel in nakstijl natuurlijk. Wel een dus, verlengde bus. Een verlengde bus. Kan ook. Ja, ik zie kans. Of zo'n hele witte limousine. Dat is te lang. Ja, maar dan komt er waarschijnlijk ook extra roet uit de uitlaat of zo. Of dat je ook echt al het verbrand wordt of zo. Dat je al in de of als brandstof voor gebruikt. Ja, je kan alles bedenken hier. Dat waren de drie laagste scores. Ja, nou en toen kwamen het een beetje de uitschieters. Want 22% zegt men, strooi mij maar uit in het stadion. Als het maar niet op de spiegel van vak G is. Zou ze daar nou mee bedoelen? Nou, dat snap ik echt wel. Vermoeden. Als u het niet weet, vraag het op Twitter. He? Wie heeft deze volgende maandje? Nou, zo. Maar die volgende. Dat is alleen maar koffiepoeder hier. Dus, jij moet niet de creamer. Ja, die creamer, pak die maar. Ja. Maar de fakkels. Mag ik even zeggen dat de achtergrondmuziek zeer toepasselijk is? Ja, ik heb even de uitvaarttop zoveel opgezocht. Dat is zo ontzettend plassen. En dat zit deze ook uiteraard in. Hè, van natuurlijk wel echt een mooie van Johann Sebastian Bach. Nou, ik verwacht misschien ook iets, een geluidje van de open haard of zo? Of? Nou, die heb ik nou niet. Misschien ook wel toepasselijk. Een brandende oven. Een brandende En hebben we nog een nummer... Oh, we zijn nog niet... We hebben nog twee, hè? Ja, goed. De volgende, met nummertje... Die staat op nummer 2. Dus met 27%. Zeg met fakkels. Een stuk of 100. En dan niet van die pruldingen, maar echt gewoon fakkels. Dat brandt en zo. En niet van die vieze stinken apparaten. Ja, dat je het hele Radverlegstadion onder de rook zet. Ja, dat is goed in natuurlijk. Ja, mooi. Maar ze hadden mooie dingen. Regelmatig hebben we dat gezien, dat we een mooie erehaag hebben met fakkels. Al is het op de Tuinzichtlaan, maar ook gewoon in het stadion, Stadionstraat. Ja, dat moet eerlijk toegeven, dat is wel iets moois natuurlijk. Ja. Ik snap dat mensen, heel goed dat mensen hiervoor kiezen. Sfeervol. Dat gewoon heel Breda ziet en ruikt dat er een nakker wordt uitgevaard. De ruikt? Eruit wordt gevaard. Nee, ruikt. Ruikt. Die fakkel ruikt. Ja, die fakkel ruikt. Ja, want dat is wel in nee, ik dacht dat met die fakkel dat... Nou goed. Niet te dik bij houden. En dan, op één. Ja, met stip. Ja, toch wel. Bier en worstenbrood na afloop. Ja. Dat is de betere koffietafel. Absoluut. Ja, bier. Mag ik dan nog een locatie voorstellen? Dat is mijn idee. Voor de familie? De Beatrix. De Beatrix. Ja, dat is een mooi podium. Daar wil ik eigenlijk op het podium liggen. Ja, gewoon bar binnen handbereik. Ja. Ik zie kansen. Ik moet herinneren, je hebt altijd tegen iedereen gezegd, mocht ik ooit heen gaan, zet mij maar gewoon in de Bea op het podium. Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, leg maar gewoon in de Bea. Ja, punt. Zo is het. Zet hem maar op tegel. Hij is precies afgelopen, hè? Sebastian Bach. Onze held uit Duitsland. Dit plaatje had ik erin gezet. Oh, dat is mooi. Vooral die mensen die morgen niet naar Jong PSV kunnen of niet willen. Oh ja. Maar ik geloof niet dat we in een leeg stadion zitten, hoor. Nee. Maar deze is voor hun.